Dit is Sparren met Boris. Een serie waarin Boris van der Vorst gaat sparren met bekende Nederlanders die inspiratie geven voor een gezonde en actieve levensstijl. Coraline heeft faam gemaakt en al op 31-jarige leeftijd staan er diverse onderzoeken achter haar naam. Een van die onderzoeken was naar het effect van blenderbehandeling en innovatie bij artrose. Vandaag bespreek ik met haar de nieuwe mogelijkheden, behandeling, onderzoeken en zelfmanagement van die cliënt. Nou, welkom Coraline. Het is me echt genoegen om met een echte wetenschapper binnen de fysiotherapie aan tafel te zitten. Daar zijn er in mijn ogen veel te weinig van. Zeker omdat de meerwaarde van fysiotherapie nog veel beter zichtbaar gemaakt moet worden. Kijk jij er ook zo tegenaan? Op zich wordt er wel heel veel onderzoek gedaan naar fysiotherapie. Er zijn ook steeds meer fysiotherapeuten die onderzoek doen en bijvoorbeeld ook promotieonderzoek. Dus ik denk zeker dat er wel voldoende gebeurt. Maar het is altijd nog wel een uitdaging om ook die kennis dan in de praktijk te laten landen. En ook echt kennis te genereren die ook gewoon direct toepasbaar is. Dus dat blijft natuurlijk wel een uitdaging binnen de samenwerking tussen wetenschap en praktijk. Maar ook qua profilering, dat was een beetje mijn zorgpunt. Ja. Ik denk dat daar nog wel veel moet gebeuren. En daar zou wetenschap ook een rol kunnen spelen. Zeker, zeker. Ja. Er is veel onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld artrose. En daar hebben we ook echt kunnen aantonen dat de fysiotherapeut een hele belangrijke rol daarin kan spelen. En dat is dan ook een voorbeeld waar die kennis kunnen we gebruiken. En dat zie je nu ook terug in het feit dat artrose in de basisverzekering is gekomen. Dus dat helpt de fysiotherapie ook, dat zeker. Onderzoek? Ja. Ja, dat is dan wel heel mooi. Ja, inderdaad. Ja, dat is echt winst. Daar doe je het wel als onderzoeker, daar doe je het wel voor. Ja, uiteraard. Ja. Ja, enerzijds om meerwaarde van fysiotherapie in het algemeen aan te tonen, maar ook om die fysiotherapie dan steeds beter te maken en beter te laten aansluiten bij de hulpvraag van de patiënt. Hey, dat artroseonderzoek, dat noemde je het al, daar ben je ook bij betrokken geweest? Klopt, ja. Ik heb promotieonderzoek gedaan naar e-exercise voor mensen met knie- en heupartrose. En e-exercise is dan een integratie van reguliere face-to-face fysiotherapie en begeleiding via een smartphone app. En ik heb zelf 5 jaar lang onderzoek gedaan naar eigenlijk de ontwikkeling van het programma. De effectiviteit, kosteneffectiviteit, maar ook ervaringen van de eindgebruikers. Dus de patiënten en de fysiotherapeuten die ermee gewerkt hebben. En behalve dat onderzoek, zijn er nog andere onderzoeken waar je ook bij betrokken bent geweest de afgelopen jaren? Op het gebied van artrose of in het algemeen? In het algemeen. Eigenlijk hebben we nu een hele e-exercise onderzoekslijn. Dus we zijn e-exercise met behulp van onderzoekssubsidies aan het uitbreiden naar andere aandoeningen. Zoals lage rugpijn en nek- en schouderklachten, hemofilie. En bij al die projecten daar loopt ook weer een onderzoek omheen. Dus dat is een van de onderzoeken waar ik bij betrokken ben. Daarnaast een groot project binnen de Hogeschool Utrecht is het Physio Future Lab. Die richt zich ook helemaal op technologische innovatie binnen de fysiotherapie en oefentherapie. En daar kijken we ook meer naar wat er al ontwikkeld wordt, bijvoorbeeld vanuit start-up bedrijven. We kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat die nieuwe technologieën beter aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Maar we kijken ook hoe we zorgen dat fysiotherapeuten en oefentherapeuten meer kunnen profiteren van al die technologische mogelijkheden. Dus we zien aan de ene kant wel dat er van alles wat wordt ontwikkeld en dat er ook van alles mogelijk is. Maar voor fysiotherapeuten is het nog wel lastig om een keuze te maken van wat is er dan allemaal en hoe maak ik een keuze in dat grote aanbod. En hoe zorg ik ook dat ik het zo inzet dat het ook meerwaarde heeft voor mijn patiënt. Ja, dat was inderdaad een belangrijke vraag die ik had. Van hoe is die inbedding van de uitkomsten van jullie onderzoeken in de reguliere praktijk? Voor elk onderzoek maken we eigenlijk weer een nieuwe strategie om te kijken van hoe zorgen we nou dat die resultaten de praktijk bereiken. Als we kijken naar e-exercise artrose, dan hebben we eigenlijk direct aan het begin van het project al een stakeholdergroep opgezet. Met onder andere patiënten, fysiotherapeuten, zorgverzekeraar, maar ook bijvoorbeeld het KNGF. Om zo te kijken van hoe kunnen we nou hetgeen wat we nu ontwikkelen en onderzoeken uiteindelijk een plek geven. Daar kwam uit naar voren dat scholing een heel belangrijk aspect is.
Dus er lopen nu verschillende scholingsactiviteiten om fysiotherapeuten te onderwijzen, zeg maar, op het gebied van blended fysiotherapie. We zijn ook bezig, onder andere bij de Hogeschool Utrecht, om blended fysiotherapie in het curriculum te schrijven. Van de bachelor, maar ook van de masteropleiding. Dus dat zijn belangrijke onderdelen. We doen veel aan verspreiding. Als onderzoeker zijn we natuurlijk gewend om wetenschappelijke publicaties te schrijven. Maar dat is een internationale tijdschrift. En dat is natuurlijk niet heel erg toegankelijk en gemakkelijk om dat als fysiotherapeut in de praktijk allemaal bij te houden. Dus vandaar dat we ook schrijven voor Nederlandse vakbladen. En dat we ook via sociale kanalen, zoals LinkedIn of Twitter, dat we zoveel mogelijk aan bekendheid doen. Hey, en die term is net al een paar keer gevallen, blended fysiotherapie. Ja. Kun je in wat simpelere bewoordingen uitleggen wat dat nou precies is? Een blend is eigenlijk gewoon een samenvoegsel van verschillende vormen. En bij blended fysiotherapie gaat het dan om reguliere fysiotherapie, dus face-to-face, in combinatie met een digitale vorm van fysiotherapie. Dus dat kan zijn via een smartphone app, zoals in het geval van e-exercise. Maar laten we zeggen, betekent dan dat bijvoorbeeld de reguliere fysiotherapie gewoon versterkt wordt met online of e-health-achtige componenten? Is dat dan de insteek? Ja, we zien het echt als een integratie van die twee vormen van begeleiding. Dus dat face-to-face en die digitale vorm. We zien het ook als combinatie die elkaar kan versterken. Dus 1 en 1 is 3, als het ware, dat principe. We zien die digitale zorg niet als iets wat er extra bij opkomt, maar als echt een waardevol element van de fysiotherapie. We vinden het ook belangrijk dat als je als fysiotherapeut een blended traject opstart, dat je heel bewust bent van, ik heb bepaalde doelstellingen. En een deel van die doelstellingen kan ik bereiken in mijn face-to-face contact met mijn patiënt. Maar een deel van mijn doelstellingen kan ik ook bereiken via de digitale middelen. Maar een fysiotherapeut mag dan wel fysiek bezig blijven? Zeker. Ja, dat is ook echt een heel essentieel element in blended fysiotherapie. En dat maakt ook dat het zo'n goede combinatie is. Dus je profiteert echt van de voordelen van die face-to-face begeleiding. Dus dan gaat het echt om het warme contact. Het kunnen inspelen op de dagelijkse situatie van die patiënt. Maar je profiteert ook van de voordelen van zo'n digitaal middel die beschikbaar is op de telefoon van iemand die 24/7 zeg maar in zijn broekzak heeft. Waardoor je eigenlijk een verlengstuk creëert van die begeleiding die jij als fysiotherapeut kan leveren. Het klinkt wel heel erg 2019, hè? Dat we gebruik maken van dat soort middelen. Mm-hmm. Aan de andere kant is het inderdaad ook belangrijk om de kracht van de gewone reguliere fysiotherapie ook te behouden. Hè? Dat face-to-face contact, hands-on, hands-off, maar gewoon hè? Dat soort zaken te behouden. Hoe gaan de fysiotherapeuten daarmee om? Het is dus echt niet de bedoeling dat bij blended fysiotherapie dat je die reguliere fysiotherapie, dat face-to-face contact, dat je dat helemaal vermindert. Dat moet juist blijven, maar je zorgt er ook voor dat je tijdens dat face-to-face contact meer tijd hebt voor die persoonlijke aandacht. En die online tool die je gebruikt, dat digitale middel, die kan jou als fysiotherapeut ook weer allerlei informatie geven om juist dat face-to-face contact nog meer af te stemmen op die individuele behoeften van de patiënt. Dus het is echt een wisselwerking die maakt dat de behandeling als geheel naar ons idee beter kan worden en beter kan aansluiten bij de patiënt. Wat misschien ook aardig is dat je noemt nu de voordelen ook voor de therapeut op, hè? Ja. Dat hij het kan integreren in zijn aanpak. Ja. Maar volgens mij kan het ook enorm helpen voor de patiënt zelf om qua zelfmanagement, zelfredzaamheid, om die daarin verder te stimuleren. Klopt dat? Ja. Nee, dat is bijvoorbeeld als ik weer EXS artrose aanhaal. Daar waren we van tevoren een beetje bang van. Mensen met artrose en toch zo'n wat oudere doelgroep. Sluit dat wel aan bij die doelgroep, zo'n blended vorm? Ja. Maar eigenlijk de patiënten die waren nog het meest enthousiast over het hele concept van e-exercise. Die vonden het heel erg prettig om zeg maar thuis een hulpmiddel te hebben. Ze vonden met name de informatiemodules die in e-exercise zitten, vonden ze zeer waardevol. Omdat ze dus echt een betrouwbare bron hadden van informatie. En natuurlijk geeft de fysiotherapeut zelf ook voorlichting. Maar we weten ook dat als iemand jou iets uitlegt, dat je echt maar een deel onthoudt als je daarna weer terug naar huis gaat. Dus zo'n smartphone-app kan dan ook
ja, is eigenlijk een betrouwbare informatiebron om die informatie nog eens terug te lezen of te kijken. Dus dat werd echt heel erg goed gewaardeerd door patiënten. Ze vonden het ook fijn dat ze echt herinnerd werden aan hun oefeningen. Dus dat werkte ook mee. En ze voelden het ook wel als een stok achter de deur, dat ze wisten dat er ook een connectie was met de fysiotherapeut. Dus de fysiotherapeut kon ook zien of zij oefeningen hadden uitgevoerd, of ze beweegopdrachten hadden uitgevoerd. En dat voelde wel echt als een stok achter de deur om ook buiten die contactmomenten met die fysiotherapeut aan het herstel te werken. Nou, dat klinkt heel erg goed. Ja, ja, ja. Echt heel erg goed. Ja. Hey, en wat ik mezelf even afvroeg, hè, ben je zelf ook wel eens begeleid met zo'n e-exercise app? Nee, dat niet. Nee, nee. Want wat ik me bijvoorbeeld ook daarin afvraag, is dat je hebt natuurlijk heel veel verschillende klinische beelden op mensen met artroseklachten. Het klinkt als een soort containerbegrip artrose. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende klachten, hè, die artroseklachten. Tenminste, die kunnen ze op verschillende manieren uiten. Is er wel voldoende maatwerk ook in e-exercise om die mensen daarbij te begeleiden? Ja, het is natuurlijk wel een grote uitdaging van digitale middelen. Dat het e-health is geen one size fits all. Nee. Dus daar zijn we nu binnen de onderzoeksprojecten ook echt heel erg druk mee bezig. Om te kijken hoe we dat digitale stuk ook zoveel mogelijk kunnen personaliseren op de behoeften van de individuele patiënt. Ja. Dat kan hem in hele kleine dingetjes zitten, zoals dat je je app opent, dat je je eigen naam daar ziet staan. Het zit hem ook in bijvoorbeeld aspecten dat de oefeningen die jij krijgt, dat oefeningen zijn die echt aansluiten bij jouw hulpvraag. Die heel specifiek zijn. Ja, en daar kan de fysiotherapeut een belangrijke rol in spelen. Dus deels kunnen we zaken automatiseren. Dus als we bijvoorbeeld weten van... Je bent een werkend persoon, ja. Dan zie je ook terug in je informatiemodules dat die gaan over klachten waar je tegenaan kan lopen in je werkzame leven. En als we weten dat jij niet werkend zou zijn, dan zou de app automatisch andere teksten kunnen genereren. Dus dat kan deels geautomatiseerd worden, maar deels speelt de fysiotherapeut ook een belangrijke rol daarin. Want die is degene die heel goed kan inschatten van oké, welke oefeningen heeft deze patiënt nodig. Wat is een realistisch doel om naartoe te werken? Dus dan kom je weer toch bij dat blended stuk. We kunnen het niet helemaal automatiseren. Het gaat echt om de wisselwerking tussen die patiënt als eindgebruiker en de fysiotherapeut als eindgebruiker. Die samen voor zorgen dat die gehele behandeling aansluit bij de patiënt. Mooi. Kijk, een van de redenen om ooit met Visionland te beginnen 10 jaar geleden... Mm-hmm. Was dat ik gewoon wilde werken aan vernieuwing binnen de fysiotherapie. Ik vond het brood nodig was toen destijds. Ik denk dat het nog steeds nodig is overigens. Maar hoe ervaar je die samenwerking met Visionland op dat vlak? Ik ervaar het als een hele prettige samenwerking. De samenwerking houdt deels in dat er praktijken zijn die meedoen aan onze onderzoeksprojecten. We verzorgen ook scholing in samenwerking met fysiotherapeuten van Visio Holland. En we kunnen ook af en toe gebruik maken van een soort van klankbordgroep. Dus als we vragen hebben over een praktische toepasbaarheid van een bepaald idee. Dan kunnen we heel makkelijk in contact komen met fysiotherapeuten van Visio Holland. Dus dat maakt het tot echt een waardevolle samenwerking. Ja. Wat is jouw ambitie op onderzoeksgebied? Wat zou je graag nog willen verbeteren? Waar wil je aan werken? Mijn ambitie is dat ik heel graag onderzoek wil doen wat echt aansluit bij de vragen die er leven bij fysiotherapeuten. Dus ik wil echt praktijkgericht onderzoek doen. Ik weet ook nog niet precies hoe dat onderzoek er de komende jaren uit gaat zien. Want dat hangt heel erg af van de resultaten die we nu halen uit onderzoeken die nu lopen. En vragen die er de komende jaren zullen spelen binnen de dagelijkse fysiotherapiepraktijk. Dus dat is mijn ambitie om daar zoveel mogelijk bij aan te sluiten. En dan in samenwerking met zoveel mogelijk andere partijen. Dus niet alleen binnen het onderzoek, maar juist ook met partijen in het veld en ook met het bedrijfsleven. Hey, en je bent zelf ook fysiotherapeut? Of je bent fysiotherapeutische achtergrond? Ja. Heb je zelf ook eens aan de tafel gestaan of ben je in de praktijk gewerkt? Ja, ik heb 4 jaar als fysiotherapeut gewerkt. Vond ik ontzettend leuk, ook heel erg leerzaam. En op een gegeven moment ben ik in deeltijd een master gaan volgen gezondheidswetenschappen. En toen ik daarna de mogelijkheid kreeg om in het onderzoek te stappen, toen merkte ik toch ook wel dat daar mijn allergrootste kwaliteit ligt.
En mijn hart ligt nog wel binnen de fysiotherapie. Dus daarom vind ik het ook heel erg leuk om echt praktijkgericht onderzoek te doen. Waarbij we gewoon echt korte lijntjes hebben met de fysiotherapiepraktijken. Maar ik voel ook wel dat ik gewoon ook wel een onderzoeker ben. Dat ik daar wel het best tot mijn recht kom. Hey, en je had het net over van je wil zoveel mogelijk aansluiten bij de praktijk, de dagelijkse praktijk. Wat fysiotherapeuten ook nodig hebben. Zie je ook heel specifiek ook zaken die in jouw ogen verbeterd moeten worden daarin, in die dagelijkse praktijk? Wat ik zie is dat agenda's toch wel heel erg vol zitten met name patiëntenzorg. Dat is ook logisch, want die staat natuurlijk ook centraal. Maar daardoor is het ook wel lastig om voor fysiotherapeuten tijd te vinden om te gaan innoveren. Om eens een keer kritisch te kijken naar het eigen handelen en in de gaten te houden en te monitoren of er nieuwe vormen zijn voor fysiotherapie en nieuwe mogelijkheden. Dus ik denk dat het wel lastig ook maakt om te innoveren binnen de fysiotherapie. Dat er in de dagelijkse praktijk niet altijd evenveel tijd voor is. Nee. Wat raad je zo'n grotere organisatie als Fysio Holland aan op dat vlak? Ik zou echt gewoon structureel momenten voor inplannen. Dus bepaalde inspiratie, overlegmomenten of dat zou ik eigenlijk als suggestie willen geven. Symposia en dat soort zaken. Ja, ook. Ja. Maar ook gewoon binnen de praktijk, om met collega's eens te gaan zitten van laten we eens één patiënt eruit pikken en eens kijken hoe we voor die patiënt de zorg zouden kunnen innoveren. Hey, en wat doe je zelf eraan om gezond en actief te blijven? Ik ben een fanatiek hardloper. Oh. Dus dat doe ik veel en ook heel graag. Fietsen vind ik ook leuk, wielrennen. Dus dat zijn mijn grote hobby's. Echt meer duursporten? Echt duursport, ja. Hey, en de boksen zag ook niet onverdienstelijk uit net. Is dat ook niet iets om toch eens een keer op te pakken, die handschoen op te pakken? Nou, wie weet. Hey, en stel nou dat je met hardlopen, is natuurlijk ook wel blessuregevoelig, fietsen wel minder, maar hardlopen is wel blessuregevoelig. Heb je al eens een blessure gehad, hardloopblessure gehad? Ja, zeker. Ja. Ja? Genoeg gehad. Ja. Genoeg gehad. Ja. Hey, en hoe bepaal je dan zelf de keuze van je fysiotherapeut? Waar let je op? Dat hij snel beschikbaar is. Dat hij toch wel in de buurt is. En ook dat ik het makkelijk er even naartoe kan gaan. Dus dat vind ik wel erg belangrijk. En ook dat hij, in mijn geval, dat hij de taal van de sport kent, zeg maar. Dus ook bekend is met hardlopen en hardloopgerelateerde blessures. Ja. Hey, en laten we zeggen, heb je voor mensen in het algemeen ook nog een tip? Dat je zegt van op het gebied van de gezondheid en actief blijven? Ja, mijn tip zou zijn, zorg dat dat het zo leuk mogelijk is. Dus kies een sport die echt bij jou past. Maak er ook een sociaal ding van, dus sport met anderen. Nee. Voor mij voelt sporten ook niet als moeten of als werken. Het is gewoon ontzettend leuk. Dus dan gaat dat eigenlijk vanzelf en dan past het automatisch wel in je leven. Leuk, ja, dat klinkt inderdaad goed. Maar goed, ik heb, laten we zeggen, die eerste stap op het gebied van boksen heb ik net kunnen aanschouwen. En wat mij betreft gaan we binnenkort gewoon een keertje een mooie boksschool bezoeken bij jou in de buurt. Zullen we dat gaan doen? Nou, dat lijkt me een goed idee. Gaan we doen. Hoppa. Bedankt voor het kijken en bekijk onze website voor meer informatie. Tot de volgende keer.